Welkom bij aflevering 30 van Niche. Ja, we staan hier niet zo vrolijk als normaal. Ik sta hier met lood in de schoenen. Naar verliezen van die geel zwetten. Ja, jammer. Hensbal was zijn lot. Heimlot. Gelijkspel was verdiend, maar de wedstrijd duurde 10 minuten te lang. Er waren wel erg veel lege plaatsen in je aquarium. En dan zegt die Wolfswinkel in schaapskleren ook nog dat de overwinning goed is voor de stad. Hoezo met zo'n leeg stadion? Arnhem zal nooit een echte voetbalstad worden. AZ laat zich echt niet het kaas van het brood eten 30 april. Hopelijk. Freddy maakte een mooie goal. Die zat mooi in de kruising. Sturing speelde niet slecht. Jammer. Kop omhoog en we verder en er weer tegenaan. Het kan niet anders dat het weer punten op gaat leveren. Het kan niet anders. Ik weet het zeker. Groningen, trots van het noorden. Nou, dat zullen we nog wel eens zien woensdag. Nummer 12, 30 punten en 2 punten meer als wij. Groningen, ja, wat moet ik ervan zeggen? Een leuk clubje. Met Sergio Pat in de kool. Ik dacht dat de paddentrekker voorbij was. We hopen dat die dikke pad een beetje langzaam op de doel is. Dan hebben we wat kansen om te scoren. We zullen in Groningen met hulle sponsor Ascent gas moeten geven. Maar ja, die lui hebben al genoeg gas in de kelder. In het stadion zeg ik, we niet mag roken. Veel te gevaarlijk daar. Maar vuur is rook, zeg ik maar. Jullie hebben wel wat bekende spelers. Hadwig is Madurodam, Pekuna Matata, die gozer van de Lion King en die Ton Halladie, Halladio. En ook nog onze vurige trainer. Het wordt voor ons bittere ernst. Fabo. Weet je wat raar is? Dat die hulptrainer van Hully Marcel Groningen heet. Als dat geen afgesproken werk is, weet ik het ook niet meer. Scheidsrechter Polleke van Boekel uit Veerlingsbeek. Als je nou op Tiet bij ons stadion is, kan hij bij ons met de bus mee rijden. Misschien kan hij ons wel matsen, Polleke. Toch voorspel ik, je denkt dat hij hem weer, toch dat we winnen. We moeten blijven gelopen, we moeten strijden. We winnen met 0-1. Hou je en tot volgende keer.